Palmas. We zijn nu bij Hacienda dos Suceso. Dit was van Santo Domingo. Hij heeft hier een plantage, laat ik morgen zien. Een bananenplantage. Dit is waar ik verblijf. Echt heel leuk. Een herberg uit 1700 ergens. Maar in een bananenplantage. De drie keer raden wat ik natuurlijk weer ga doen. Iets wat niet mag. Maar ja, kan het ook anders. Hier is het trappetje. En blijkbaar kan je gewoon naar beneden. Het is zo slecht. Maar het is wel spannend. Kijk. Best wel spannend ook omdat bananenbomen natuurlijk hele grote spitten hebben en geen kleintjes. Die heb ik ook volop gezien, maar echt de hele grote. Ik bedoel, daar staan bananenbomen bekend om. Ik zie allemaal blauwe plastic zakken trouwens. En daar zitten de bananen in. Ik ga hem even omdraaien, de camera. Dan kun je heel klein stukje mee meekijken in het oerwoud van de bananen. Oké, daar gaan we. Op slippers weer. Oh shit. Oh my gosh. Wat doe ik nou weer? Waarom doe ik die dingen altijd? Oh, maar wel cool. Ik weet niet waar ik moet kijken, want ik kijk naar beneden. De spinnen zijn. Oh, alsjeblieft, laat me beginnen. En kijk, wat tof toch? Ik denk echt niet dat ze het tof vinden dat ik hier loop. Oh my gosh, wat was het dan? Oh, oké. Hoe bedoel je egg maken voor jezelf? Echt chicken ben ik. Kijk, hierachter heb je dus ook zo'n... Die is goed te zien hoor. Grote zak vol met bananen. Ah. Oh, die zijn heel cool. Maar... Ah, serieus. Ik weet niet of ik dit op de vlog wil. Ik ben gewoon echt checken. Oh, met die grote spinnen. Oh, niet vloeken. Met spinnen natuurlijk. Waarom maak ik mezelf ook helemaal gek? Oh. Wel spannend. Oh, ja. Altijd hetzelfde. Idioot. Oké. Gered. Oh, dit is wel cool. Ik mag hier zo niet komen. Maar ik wil het toch even laten zien. Het is eerste kerst. In plaats van de kerstbomen. Loop dus de bananenbomen. En de buit van vandaag. Geen wel liefst drie bananen. Zou ik ze geplukt hebben of niet? We zijn nu in Fortanales. Dat is toch iets vermoeiender dan ik had verwacht. Op mijn slippers. In jurk weer. Heel handig. Het smalle paadje. Het is super stijl. Boeiend, zo'n voetbalveld. Kapot! Het is echt vermoeiend. 5 kilometer gelopen. We zijn er nog niet volgens mij. Helemaal naar boven. Maar ja, dat red ik ook niet meer. Want tijd. Ik ben niet van de tijd. Kijk, het is hier echt mooi. We zijn helemaal vanaf daar ergens onder gaan... lopen. Inmiddels al 45 minuten onderweg. Dus wat gaan we doen, hè? Donker terug of door? Goedemorgen. We zijn ergens beland in Aguate. We gaan nu naar Galdar. Gisteravond hier aangekomen, gegeten in een vissersdorpje. En toen leek er niks meer te rijden. Geen taxi, geen bus. Echt helemaal niks. Nada, niente. Dus blijven slapen, aangeboden van blijven dan maar crashen. En nu worden we weggebracht. Buenos días! Ik was erg benieuwd wat deze pop eigenlijk, wie dat was. Dus dan ga ik even binnenkijken. Nou, het is natuurlijk kerst! Dus ja, je ziet hier drie koningen. In alle vormen, op een kameel. Inmiddels aangekomen bij Pico de Pandama. Ja, zeg het goed, maakt het ook niet uit. We staan nu op nou, net niet het hoogste punt, dat is naar boven. Normaal gesproken zie je dan heel Las Palmas. Alleen nu is het een beetje mist, dus je ziet helemaal niks. Dit is een beetje, het is wel heel mooi. Ik moet eigenlijk die man op de achtergrond even filmen, die vind ik gewoon vooral grappig, hoe die daar zit. Ik heb, hierachter heb je de Los Dios. Het waren kattenvingers. Ik zie het niet, ik heb echt 10 keer gekeken. Het zijn een soort van pilaren in de zee. Nou, hier ergens. En die zijn halverwege een keer afgekapt. Maar ik zie ze gewoon niet. Echt dom dat ik dus niks bij me heb. Want het was echt... Er was geen zon, dus ik denk het kan niet. Dit is een oude visserman. Hij komt eigenlijk uit Mallorca. En nu woont hij hier in Gran Canaria. En ik weet niet, we hebben een gesprek over het vissen. Oké. Okay. Ik hoor aquí se dobla para arriba. Con ese tira. Sí, okay. Tira. Ik ga nu eindelijk dus proberen wat ik al vanaf dag 1 had moeten eten.
papas de mojo. Dat is een gerecht van Gran Canaria. We zullen zien, het is heel erg veel en ik eet dus niet eens koolhydraten, maar uitzonderingen. Ik ben nu aan het couchsurfen bij Peo. Hi. Ik ben uitgenodigd bij zijn oma om mee te gaan eten. We gaan een waterkerssoep eten, iets echt van Gran Canaria. Oh ja, we hebben ook nog een hond opgehaald. Daar hou ik van. Dus opeens gingen we ergens langs een hond ophalen. Oh ja, er komt nog een hond slapen ook. Dus ik ging hier zitten, wist ik veel. Gelijk al een fout gemaakt. Ik denk, dit wordt mijn plek. Maakt maar uit waar je zit. Oh nee, hoofd van de tafel. Nee, dat is alleen van oma en anders van dus de couchsurfer. En ik zit dan hier, zegt hij. Oké, is goed. Dus het eten. We hebben hier gofio amasado. Yes, yes. Dit is oma. Bing! Perola! Ben aquí? No? No? Waarschijnlijk wil hij daar gaan schijten. Oké. Daar heb ik net geluncht bij oma. En ik wilde heel even de view laten zien hier in Agaete. Ik ben nu onderweg naar Las Nieves, het havengebiedje daar achteraan. We krijgen een lift. Alle gepropt. Moet een stukje naar boven alleen. Dit heeft hij gekregen voor de kerst van zijn baas. Blijkbaar krijgen ze dat als kerstcadeau. En wat heb ik gemaakt? Ik eet hotpot. It's very nice. Gracias. A little bit of vinegar inside. Foutje bedankt. Maar het was eigenlijk wel lekker. We kregen een lift aan Las Palmas. We gaan hier nu eindelijk na 3 dagen zoeken. Hebben we eindelijk een auto gevonden. Rental car. En we zullen zien. We moeten nog even lopen. We gaan een duik nemen. Zij gaat even zwemmen. Sisi. En ik ga even chillen. En dan gaan we eindelijk rijden. Road trip! Zielig! En ik loop dan met mijn koffietje. En ze noemen prinses, die van Aladdin. Ze zeggen, je lijkt wel Jasmine als een prinses. Loop jij rond met je koffietje? Ja! We're at the beach. And the princess... She insists on carrying all her jewelry in the suitcase. Zij is diehard gaan zwemmen. Ik vind het echt te koud. Dus natuurlijk werd ik weer prinses genoemd, maar ik kijk wel uit. Lekker zonnetje, je kan gewoon naar het strand. Op, 30 december. Playa de las Canteras. Ik ben er niet heen gegaan. Want ik ben een mietje. En ik vond het te koud. Oh, eindelijk hebben we de auto gevonden na 3 dagen. We gaan, wat gaan we doen? We zijn nu in Las Palmas. En we gaan een heel rondje doen naar daar. Duurt wel eventjes. Maar in ieder geval hebben we een auto. Woep woep. It doesn't matter now. See, all that really matters is the sound of you and you and I. Exploding like a bomb. Now let me buy another round. You gotta feel it. Lang niet in zo'n auto gereden. Heerlijk. Hij start gewoon in 1 keer. Hij rijdt lekker door. Rijdt niet max 80. 140 waar maar 120 mag, maakt niet uit. All in short. En gewoon lekker een kaki fruit in plaats van een appel. We zijn na een uurtje aangekomen in Mogan. En eens kijken of we hier de cave vinden met de natural pool of zoiets. Wat? Even gestopt onderweg in Puerto Rico. Met een hele mooie zonsondergang. Ik heb het koud, maar dit is wel heel erg mooi. The ocean, but it's hard to see. Welcome in the first in the world, the University of Traveling, set up by a homeless guy. But today I've got one guitar, and you know why? Because
Because when I failed in making bubbles. 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 Bubbles? Je stond bubbles. Ja, je kan dus gewoon bubbels verkopen. Ik denk waarschijnlijk luchtbellen of zo. Maar als je lucht kan verkopen en sterren kan verkopen, waarom ook geen bubbels? Ik vind dat een heel goed idee. Goedemorgen. Sun is shining, weather is sweet. De zon is kinder, wel een tijdlid. We hebben gisteren nog even een lift gegeven aan de homeless guy. Die hebben we hier getropt in de bergen. Serieus, geen grap. Dus die prachtige hier, San Filipe. Standaard yoga gewoon. Bye! Dag volgers en bedankt voor het kijken. Tot de volgende reis. Ja, lekker.